50 theaters, waaronder de Stad Schouwburg en de Vereniging, organiseren dit weekend een open theaterweekend. Naast een open huis zijn er het hele weekend voor weinig geld voorstellingen te bekijken en er wordt zelfs een rollendisco georganiseerd. Het komend weekend staat er een heleboel op het programma, zowel in de Vereniging, het Concertgebouw als in de Stad Schouwburg. We hebben open huis in beide gebouwen, zowel op zaterdag als op zondag. Maar daarnaast hebben we ook een vijftal voorstellingen die iedereen kan bezoeken. En heel spannend, de rollerdisco op zaterdagmiddag in de Concertgebouw. We beginnen met het NJO samen met het HGO, het Gelders Orkest. Een groot muzikaal festijn, een heel spannend Mahler 6 programma. En wij hebben Frederike Spicht in het Concertgebouw. Je kunt Labbes zien in het Concertgebouw. Maar er is ook de DDF-crew, touwtjes springen voor gevorderden, zeggen we dan, in de Schouwburg. En Jakanuko, een kindervoorstelling voor 6PLUS in de Schouwburg. We hebben een open huis, de deuren staan wagenwijd open. We proberen beide gebouwen te laten zien, maar ook wat andere dingen te laten zien dan je misschien normaal gesproken zou verwachten in het Concertgebouw. En daarmee ook het totale publiek aan te spreken. Ook de mensen die misschien niet automatisch komen naar het theater of naar een concert. Probeer het vooral en het is ook nog in prijs aantrekkelijk. Onze programmeur, theaterprogrammeur Lieke Jordens, is in gesprek gegaan en heeft gekeken van goh, wat kunnen we nou in dit weekend zo breed mogelijk neerzetten? Allerlei verschillende dingen. Ook als je kijkt naar Labbes in het Concertgebouw, misschien zou je Labbes wel normaal gesproken juist in de Schouwburg verwachten. Maar dan juist hier. Anders dan anders, maar toch met onze eigenzinnigheid. Ik zag dat de rollendisco heel erg enthousiast is ontvangen. Daar horen we erg veel over praten ook. Nou, dat is natuurlijk ook superleuk. Maar we zien ook dat de bezoekersaantallen voor de verschillende voorstellingen echt prima zijn. Maar er kan nog wel wat bij, dus kom vooral kijken.